Hallo allemaal, ik ben Sophia en dit is mijn 7e video op mijn kanaal. En vandaag gaan we een surprise box openen. Ik heb de hele dag gewacht voor jullie dat ik het met jullie kan openen. Want ik heb het al om 12 uur gekocht. Dus laten we beginnen. Ik heb hier een heel grote surprise box. Het past niet eens op mijn camera, dus dan moet ik het zo doen. Een grote surprise box met speelgoed. En we gaan het nu openen. Oké, ik kan niet alles perfect laten zien, maar ik ga het bovenstukje knippen. Ik ben echt kei benieuwd wat erin gaat zitten. Want ik heb de hele dag gewacht speciaal voor jullie. En het is moeilijk om te openen eigenlijk. Zal ik het gewoon uitscheuren? Oeh! Ik heb een stukje geknipt en ik denk dat ik de rest moet uitscheuren. Oké, we gaan beginnen. Oh my gosh, ik ben zo nieuwsgierig. Ik weet echt niet wat erin zit. Ik ga niet kijken, ik ga gewoon grabbelen. Oké, jullie zien het is open. En hier is het ook open. Jullie mogen al een beetje spieken. En ik ga gewoon trekken. Oh my god, ik ga trekken. Eerste ding. Kijk maar. Wat is dit? Ik weet het eigenlijk zelf niet. Dit is iets waar je kan daar iets insteken. Of wat? Ik denk dat daar zo... Ik weet het zelf niet. Misschien is het om iets... Ik denk dat het wel voor water is, want het staat fish water. En ik... Heb ik het net kapot gemaakt? Nee. Oops. Ik weet niet wat hier is. Ik weet niet wat dat is. Maar ik vind het wel oké. Okay. Ik vind het wel een leuk hoor. Oké, we gaan het even zo laten. Oké, laten we het nu maar even zo. Ik ben echt benieuwd naar de tweede ding. Oké, we gaan naar de tweede ding grabbelen. Dus ja, het is makkelijker om deze folietje even wegdoen. En laten we, jullie mogen even spieken. Ik ga niks kijken. Oké, en laten we naar de volgende ding gaan grabbelen. Oké, grabbel, grabbel. Oeh, dit. Wat is dit eigenlijk? Dit is een soort van zakje of zo. Ik weet het niet. Een soort van zakje. En ik denk dat we daar iets kunnen insteken. Oeh. Dit is erin. Oeh, laten we het open doen. Ik ga even de camera beter proberen zetten. Oké, wat is dit? Dit is... Is dit? Oh my god, als dit het echt is. Ja, het is... En ik ben de naam vergeten. Zo een ding... Dat zo kan vliegen. Je houdt dat vast aan een touwtje. De wind waait en dat is zo in de lucht. Een ding. Hoe heet dat weer? Is dat iets met vliegen? Ik weet het niet. Maar laten we kijken. Echt kei tof vind ik eigenlijk. Wow. Kijk, ik ga even op mijn bed laten zien. Ik ga het even op mijn bed laten zien. Kijk maar hoe tof. Dit is een touwtje. Je moet die touwtje daaraan hangen. En hier zijn twee oogjes. En je kan dat letterlijk in de lucht doen. Ik vind dat echt een 10 op 10 deze. Echt kei tof. Nu gaan we het jammer genoeg niet uittesten. Maar misschien ooit op mijn video. Gaan we wel zien. En als jullie weten,
wat het is, schrijf dan in de comments. En wij gaan gewoon verder grabbelen. Ik ben echt benieuwd wat er gaat inzitten. Wow. Ik heb een dino. Is dat? Ja, dit is een dino, denk ik, hè? Wow. En dat is zo... soort van paard. Ja, dat is zo paars. Oké, even dit afdoen. Oh my god, ik ben echt benieuwd. Oké, en we hebben zo een dino daarin. Dino. Oké, leuk. Ik geef het een... zo'n dino is eigenlijk kei leuk. Dus ik geef het een 9 op 10. Het is eigenlijk wel leuk. Oké, we gaan naar de volgende ding. Grabbelen maar. Oké, we gaan nu naar de laatste ding. Ja, de laatste. Maar ik vind het echt... ik ben echt nieuwsgierig wat erin gaat zitten. Dus we gaan naar de laatste ding. Ik voel al iets. En ik heb iets. Oh my gosh. Mensen. Ik ga testen of dit echt gaat werken. Even afknippen. En dit is Superman of zo. Ik denk dat het Superman is. Oké, test. Test, even testen. Oké, we gaan zien of het werkt. 3, 2, 1. Wacht, ik was even met mijn vingers daar. Wacht, ik kan het niet. Dat springt naar boven, maar dat is door mijn hand dat dat niet gaat. Wacht, nog eens. Wow! Dat springde mega hard. Dat is nu hier. Oh my god. Oké, gaan we het nog eens proberen? Ik weet hoe ik het moet vasthouden. Ik ga even mijn camera van naar beneden doen. Zo. Dus je moet zo doen. Maar je moet het vasthouden aan de zijkanten. Wow. Oké, nog eens. Wow, ik vind dat echt kettof. Oké, ik ga een manier zoeken waar ik mijn iPad zo op kan vasthouden. Dat jullie het beter kunnen zien. Oké, mensen, ik ga gewoon zo proberen. Wow. Oké, mensen, ik ga proberen om het zo te filmen. Ik ga op mijn stoel proberen. Meneer Superman is klaar voor. Superactie. Wah! Oepsie. Meneer Superman is helemaal onder de kast gevallen. Dus hij heeft zijn actie goed gedaan. Laten we het nog eens proberen. Wow. Meneer Superman is echt hoog gegaan. Meneer Superman, zijt u klaar voor de laatste actie? Je moet niet eens zeggen ja of nee. Gewoon goodbye. Wee! Echt leuk. Dus dit is alles wat in deze doos zat. Die surprise doos. Er zat dit in. Schrijf in de comments of je weet, als je weet wat het is. Want ik weet het niet. Maar ik kan het wel gebruiken. Meneer Superman. Meneer, hoe gaan we... schrijf ook in de chat... in de comments hoe wij deze meneertje gaan noemen. Hoe gaan we deze dino noemen? Misschien Fleetje, Leetje, Parstje, ik weet niet. Dit gaat een meisje worden, dus schrijf een meisjesnaam. Dit, een vlieger, ik weet het niet. En dit zat allemaal in deze prijsboek. De meeste wat ik leukst vind is de vlieger. En meneer Superman natuurlijk. Superman! En ik wou nog even mijn vriendje laten zien. Mijn vriendinnetje meer. Dit is hoe heet die alweer? Stitch. Dit is Stitch. En ik heb Stitch
getekend. Ik heb daar zo plastic op gedaan. En karton op gedaan. En hij heeft ook zo'n kartonnen boekentasje die hij kan uitdoen. Hier is zijn bed, maar hij houdt niet veel zo van opruimen. Dus hij heeft allemaal een rommeltje. En zijn bed is ook niet schoon. Maar dat maakt niet uit, want die heeft een beetje crème nodig. Ja, hier. In deze potje zit crème in. Kijk hoe tof. OMG. Ik heb dat speciaal voor hem gedaan. Een beetje crème uitpakken. Dat is Nivea crème. Crème, als ik het goed heb gelezen. Wow, wow, wow. Alles plakt, alles plakt. Snel opdoen. Nu heeft Stitch crème op zijn gezicht. Ik kan ook een ander broekje, andere kleertjes geven. Maar op deze moment heeft hij een t-shirt van Dua Lipa. Zij, ik noem die een meisje. Ja, Stitch is een jongen, maar dat maakt niet uit. Dit en zo'n broekje. Ik vind het kei tof. En ja, dit is zijn kamer, helemaal in rommel. Normaal gezien moeten die kleren hier hangen. Maar hij houdt niet zoveel van opruimen, dus hij laat alles. En om te eindigen, wou ik jullie nog mijn hamster laten zien, want die is net wakker. Dit is mijn hamstertje. Pommeltje. Hij zit nu hierin en hij gaat eruit. Ga maar uit, lieve. Bommeltje, je mag stappen. Oké, Bommeltje, iedereen moet jou goed zien, hè? Bommel! Naar waar ga je? Oh, zo schattig, kom. Kom. Hij is heel cute. Zo ziet hij eruit. Cutie. En zo gaan we deze video eindigen. Bommel is nu lekker aan het eten. En zo, dit was mijn video, mijn 7e video al. En vergeet niet te liken en abonneren, dat zeker niet. En vergeet niet in de comments te schrijven over hoe wij de dino moeten noemen, de paarse dino. En over wat dat is, die ene beker of zo, ik weet het zelf niet. Dus schrijf het in de comments. Vergeet niet te liken en abonneren. En doei allemaal!